Ik sta hier met mevrouw Inger Fokkens en we kennen elkaar toevallig al van 9 jaar geleden, hè, mevrouw Fokkens. Ja, inderdaad. Het is heel leuk toen je toen naar de ambassade kwam met de plannen over wat muziek en Noren horen in Ulft. Ja, en nu staan we weer in Ulft. Maar voor iets heel anders en dat is Huntekunst. Ja. Ja. Waar Noorwegen centraal staat. Ja. En wat vindt u ervan? U bent net binnen geweest. Nou, ik heb nu een rondje gemaakt. Ik heb ook met al die Noorse kunstenaars gesproken. Ik vind en dat Noorwegen een focusland is en dat er zoveel aandacht aan Noorwegen is. En al die andere kunstenaars bij elkaar, ik vind het echt geweldig. En ik hoor, als ik ook met de verschillende kunstenaars praat, en de Nooren en ook die anderen, dat ze heel erg leuk vinden dat dit georganiseerd wordt. Er zijn enkele die jaren en jaren terug zijn gekomen. En dat zegt ook wat. Ja, ja. Want u bent nu ook voor het eerst, denk ik, in Ulft van uw leven? Of was u hier al wel eens geweest? Nou ja, ik heb hier gefietst. Ja. Niet in Ulft, maar wel in de omgeving. Ja, Dus ik ken de omgeving en vind het echt mooi hier. Ja, en wat vindt u van dit complex? Want dit was vroeger een fabriek. Ja, dat heb ik gehoord. Ik vind het spannend en ik vind het leuk. En ik hoor dat het iedere keer wordt er iets bij opgeknapt. Ja. Zodat er steeds een nieuwe culturele evenement bijkomt of zoiets, heb ik gehoord. Ja. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja, mooi dat er iets gebruikt kan worden weer. Ja. Ja. En zo om de cirkel rond te maken, zou zeg maar Noorenhoren nog iets kunnen zijn voor de toekomst? Of denkt u van, dat laten we het hier voorlopig bij houden? Ja, dat ligt niet aan mij. Ik denk als de Noorse kunstenaars dit leuk vinden en als ze weer gevraagd worden, dan zullen ze waarschijnlijk weer komen. Ik vind het een leuke plek om iets te hebben. En ik hoor ook dat er echt veel mensen komen. Ja. Dus publiek. Ja. Ja. Hey, misschien tot over 9 jaar dat ik u weer... Ja, wie weet. Dan werk ik niet meer. Ja, weer tegenkom. En dank u wel voor dit korte gesprek. Ja.